Hey iedereen, ik ben Grisha Verlinde, ik ben Junior Communication Manager bij Growth Inc. En ik had vandaag graag aan jullie de droom van Dostojevski voorgesteld. In de droom van Dostojevski volgen we een zeer invloedrijke Russische vrouw die ondanks alles haar bloedmooie dochter wil uithuwen aan een steenrijke, oude en ook seniele prins. Ten eerste is het een geweldig geschreven boek en het is ook een heel interessante introductie tot het werk van Dostojevski. Het is een beetje een lichter boek, zeker in vergelijking met zijn andere werken. Verder wordt in het boek geïllustreerd hoe dat een verlangen naar macht en invloed mensen echt kan ontkoppelen van de werkelijkheid eigenlijk, vandaar ook de droom, de titel. Ik denk ook dat dat onvermogen om even stil te staan bij de werkelijkheid en die ook te leren appreciëren heel belangrijk is. En ik denk dat dat onvermogen ja, best wel destructief kan zijn voor veel mensen. Ik denk 5 jaar geleden dat het boek niet zo'n grote impact op mij zou hebben gehad. Ik ben nog vrij jong, dus ik denk dat ik misschien de boodschap een beetje gemist zou hebben. De quote die ik heb gekozen komt uit een gesprek dat het hoofdpersonage heeft met de prins, waarin ze hem eigenlijk ervan probeert te overtuigen dat zij de enige is die te vertrouwen is. Maar dan kent u de samenleving hier volstrekt niet. Zij doet immers niet anders dan haar eigen voortreffelijkheden en haar eigen nobele gevoelens etaleren. Ik weet nog dat ik op roadtrip was met een aantal vrienden in Hongarije toen ik dit boek aan het lezen was. Ik herinner me een heel gezellig warm strandje aan het Balatonmeer, geweldige pasta en goedkoop maar heel lekkere wijn.